Kinderen die ziek zijn en opgenomen moeten worden in het ziekenhuis, willen het liefst in een zo kindvriendelijk mogelijke ruimte vertoeven. Ook de ouders van deze zieke kinderen stellen dat op prijs. Dat kan in de kindervleugel van het Mungra Medisch Centrum in Ikeri, die ruim een jaar geleden geopend werd. Met de komst van deze vleugel kan het ziekenhuis 15 kinderen van 0 tot 14 jaar accommoderen. Ja, ik ben tevreden met de komst van deze kindervleugel, omdat de kinderen nu ook minder angstig zijn voor de zusters in hun kindvriendelijke uniform. De omgeving, de afdeling eigenlijk, als u zelf hebt gezien, is kindvriendelijk ingericht, waardoor de kinderen eigenlijk niet eens voelen dat ze in het ziekenhuis liggen. De afdeling die wij vroeger hadden, we konden maar 9 kinderen accommoderen op de afdeling. En het was een gewoon open afdeling waar iedereen door op de afdeling kon komen. Dus vandaar dat het noodzakelijk was dat er een nieuwe afdeling kwam, een gesloten afdeling voor deze kinderen. En kinderen hebben een lage weerstand en iedereen die op de afdeling komt, die kan dan makkelijk een ziekte overdragen aan dat kind. En je hebt ook geen toezicht wie komt en wie niet komt. Vroeger hadden wij geen isoleerkamers op de kinderafdeling. Dat hebben wij nu, zodat wij kinderen met infecties en lage weerstand ook apart kunnen verplegen. Kinderen met lage weerstand moeten wij hun beschermen tegen infectie van buiten. Terwijl kinderen met een infectieziekte, we moeten beschermen de andere kinderen die op de afdeling liggen. Dus de behoefte was er. En we zien ook dat we minder infectiegevallen hebben dan voorheen. En dat we geen uitbraak meer hebben van infectieziektes zoals voorheen. In deze kindervleugel zijn er ook rooming-in kamers. Dit biedt ouders de mogelijkheid om 1x24 uur bij hun kinderen te zijn, wat als voordeel heeft dat de kinderen zich op hun gemak voelen en sneller beter worden. Als ik mag praten over de rooming-in kamers die we hebben, de lokale bevolking, in het begin omdat men moet betalen ervoor, was het de animo niet zo groot, maar men blijft wel met hun kind zonder te betalen. Maar als ik de balans opmaak tot eind december 2017, hebben we toch wel bij 70 personen mogen accommoderen in de rooming-in kamers van 1 tot meerdere nachten bij hun kind blijven en ze zijn wel tevreden. De kinderafdeling van het Mungra Medisch Centrum beschikt over 2 kinderartsen en 16 personeelsleden.